Oh, welkom allemaal bij een nieuwe video. Mijn naam is Robin de Ridder, ondernemer en filmmaker. En gisteren ben ik 27 jaar geworden. Dat voelt oud. Niet leuk. Leuk zo. Oh, nu is mijn haar een beetje een mes. Want het was een leuk feestje. We gaan het eerst even fixen. 2 seconden. Hoppa, kort koppie, lekker snel, heerlijk. Vandaag ga ik het hebben over de film waarmee ik 2 jaar geleden afstudeerde aan de Hogeschool van de Kunst in Utrecht. We hebben er ruim 9 maanden aan gewerkt en het is echt een beetje mijn kindje geworden. Bereid jezelf voor op een video vol magie, nostalgie en vooral heel veel filmtalk. Onderbets vertelt het verhaal van Noah, een 9-jarig meisje wiens leven eigenlijk enorm wordt bepaald door haar doodsaaie burgerlijke ouders. De enige die haar wel begrijpen zijn de monsters onder haar bed. Zij worden elke nacht wakker om haar mee te nemen naar de onderbedse wereld, waar zij zijn aangesloten bij de AVBDNMEWZ, de associatie voor bedmonsters die niet meer eng willen zijn. Hier beleeft Noah eigenlijk elke nacht nieuwe avonturen, heeft ze een zwembad voor zichzelf, komt ze in aanraking met echte schaduwdraken en praat ze eigenlijk meer dan dat ze ooit heeft gedaan. Alles gaat van een leien dakje tot het moment dat ze haar Belgische vrienden meeneemt naar de bovenbedse wereld. Nou, zoals gezegd ben ik met deze film afgestudeerd aan de Hogeschool van de Kunst in Utrecht als fictieregisseur. Hij beschouwt zichzelf als een volwassen kind. Dat alles volgens hem puurder wordt vanuit de kinderlijke blik en fantasieën kan helpen volwassen te worden, dat hoopte hij met zijn afstudeerfilm onderbeds als achterliggende persoonlijke boodschap aan de toeschouwer mee te geven. En sindsdien heeft hij op meerdere filmfestivals in het binnen- en buitenland gedraaid, wat natuurlijk super tof is. We hebben een aantal prijzen gewonnen, zijn een paar selecties uitgevallen, maar na 2 jaar is zo'n film wel een beetje op leeftijd en is hij wel een beetje uitgekeken binnen het filmfestivalcircuit. Dus het wordt hoog tijd dat we de film eindelijk online gaan gooien. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes terug in de tijd. Oh, ja, nee, ik bedoel verder terug in de tijd, naar toen we nog op de set stonden. Samen gaan wij de korte fantasyfilm maken onder bed. Dat ze daar met z'n allen gewoon keihard verslagen liggen. Alles is dood. En ik ben op dit moment in Hilversum bij Michiel Verwij. Ik ga Noah spelen in de film Onderbed. Ik heb er echt super veel zin in. En ik heb er vooral veel zin om veel make-up en zo op te krijgen. Dus Noah, zeg het eens. Waar gaan we vandaag naartoe? Nou, titelsequentie, hartstikke leuk. Veel plezier. Eerst ben ik benieuwd hoe het gaat met de kleine ster van de film. Het is het meest schattige meisje dat al onze harten gestolen heeft met haar fantastische spel en natuurlijk haar looks. Ik heb het over Liz Vergeer. Vergeertjes. Na 2 jaar, hè? Oh. Goeiedag, schat. Hey, kleintje. Hoe is het? Wat ben je gegroeid, joh? Jeetje, mina. Liz Vergeer. Weet je dat je dat lachje ook had vroeger, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten? Toen hebben we op een gegeven moment hebben we jouw introductievideo hebben opgenomen. Ja, dat weet ik nog. Toen werd er niet gestopt en toen begon ik te lachen. Nou, precies dit! Hoe gaat het met je? Ja, goed. Hij zit vast in dat knoopje. Ja, hij is los. Ja? Yes. We zijn anders knippen het er gewoon af, hoor. Beetje net zoals Vincent. Die zijn haar eraf knipt. Oh. En Nissen, alles oranje. Ja. Ja, en wat moest Patrick eigenlijk doen? Oh ja, die moest zijn hoofd uit de auto steken omdat hij anders niet in de auto paste. Maar wat had jij nou voor vervelend dan? Van dat ding naar beneden springen natuurlijk. Welk ding naar beneden springen? Ja, dat is de laagje en dan zo gaan hangen. Maar wie laat jou daar nou aan hangen dan? Jij! Oh. We gaan een bouwstellage, die gaan we in het water zetten. En die gaan we vervolgens inderdaad 6 meter hoog opbouwen. Dus we gewoon zo omhoog. En dan doen we een plank, leggen we in het midden. En dan mag onze acteur Liz mag op de over de loopplank heen aan de onderkant hangen. En dan in het water vallen voor het shot. En daar zijn we dan nog 3 extra dagen voor bezig. Ik ga naar mijn stellage kijken hoe hoog die is. Ik ben benieuwd.
Nee! Nee! Nou, ik moest aan een soort, ja, platgelegde, ja, het leek een soort laddertje op een stellage. En daar hing dan de camera in. Daar moest ik aan gaan hangen. Alleen, ja, ik heb niet echt heel veel spierkracht. Dus op een gegeven moment moesten jullie me vasthouden. En toen lieten jullie me los. En viel ik in het water. Woe. En hoe hoog was dat? Voor je gevoel? Nou, voor mijn gevoel was dat wel heel hoog. Het duurde wel even voordat ik in het water belandde, ja, zeg maar. Je was gewoon heel lang onderweg naar beneden. Ja. Ja, ja, maar dat is altijd als het eng is. Dus... Nee, kijk, ik vond het heel fijn hoe jij, dat jij altijd de tijd nam voor mij om even door te spreken hoe alles ging lopen en wat we gingen doen. Ja. Ook al liepen we best wel achter, dan was het toch wel even van, ja, zo gaat het lopen en dit moet je doen en even... Rustig. Ja. Dat vond ik heel fijn. Nou, mooi. Dankjewel. Leuk om te horen. Ja, het is gewoon heel leuk gemaakt en leuk verhaal. Het gaat je niet vervelen. Het blijft gewoon een hele leuke film met spanning en sensatie. Spanning en sensatie. Liz, het is zover. We gaan de online première datum aankondigen en aan jou de eer. Hij komt online volgende week vrijdag 20 juli. En van jullie verwacht ik dat jullie hem allemaal gaan kijken, liken, delen. En het is zeker de moeite waard. Yes, toppie. Nou, je hoort het. Vrijdag 20 juli komt de film online. On the Beds is en blijft nog steeds een beetje mijn persoonlijke kunstwerkje waar ik echt heel erg trots op ben. En ik had deze film eigenlijk niet kunnen maken zonder al die fantastische mensen die hebben deelgenomen en betrokken zijn geweest bij dit project. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor alle liefde, tijd en support die jullie mij en het project zelf hebben gegeven. Over support gesproken, jij kan ons ook supporten, want knal die like duim omhoog als je deze film leuk en schattig vond. Vooral Liz. Liz was heel schattig. En abonneer nog eventjes op het kanaal als je dat nu niet hebt gedaan. Dat zou ik persoonlijk althans heel erg waarderen. Dankjewel. Nogmaals.